Dag Meloten, welkom bij een nieuwe docu-molterre. De serie waarin ik een onderwerp van de mol of wie is de mol volledig uitpluis en in één video bespreek. En deze video gaat toevallig over beide programma's. Ik heb namelijk de 12- Opmerkelijkste verschillen tussen deze twee beide programma's voor je in één video gepropt. En laat nu toevallig een nieuw seizoen van de mol binnenkort van start gaan. Dan is dit de kans om in te haken, want misschien ken je alleen maar de seizoenen van wie is de mol. Daarom zijn dit dus de 12 verschillen tussen wie is de mol en de mol. Nou, laten we dan maar gelijk bij het grootste verschil beginnen. En dat is natuurlijk dat er in Wie is de Mol bekende Nederlanders meedoen. Maar dat er in het Vlaamse de mol onbekende Vlamingen meedoen. Wat je in de laatste jaren van wie is de mol wel merkt, is dat de bekende Nederlanders niet zozeer voor de pot gaan. Ik bedoel, ze hebben allemaal eigenlijk wel een prima baan, verdienen ook wel genoeg. En dus is de inhoud van de pot voor hen niet zo heel erg van belang. Maar daar heb je dan opeens onbekende Vlamingen bij de mol voor. Die zijn super gemotiveerd, hebben geen mediatraining gehad en hoeven daarom dus ook niet rekening te houden met een bepaalde reputatie die opeens verloren kan gaan. Nee, in de mol merk je echt wel dat uh, de kandidaten een stuk fanatieker zijn. Jullie verdienen 5000 euro. Uitstekend gedaan, vrienden. <laughs> Wat het natuurlijk ook best wel een stukje moeilijker maakt voor de mol. Daarnaast gaan de kandidaten dus veel meer voor de groepspot en die is ook een stuk hoger in de mol. Het Vlaamse seizoen van de mol wordt uitgezonden op een commerciële zender. Wat wij bijvoorbeeld RTL 4 hebben of SWS 6. Zo heeft België Play 4. En wat is dan het grote verschil hoor ik je denken? Nou, ze hebben gewoon veel meer budget om het seizoen te maken. En daarom is er dus ook gewoon veel meer budget vrijgemaakt om geld te verdienen. Dus daarom merk je ook wel dat de bedragen die te verdienen zijn in de mol stukken hoger liggen dan bij wie is de mol. Ook ga je merken dat er in de afleveringen wel af en toe een sponsor dingetje voorbij komt. Zo rijden de kandidaten vaak van locatie naar locatie in een Volkswagen busje. Of hebben ze ergens een BMW auto die ze een stukje verder rijdt. Dat soort kleine reclame dingetjes zitten er wel in. En je hebt ook gewoon last van reclameblokken die de mol heeft. Dat heeft wie is de mol dan weer niet, want dat wordt bij de publieke omroep uitgezonden. En sterker nog, die mogen helemaal geen reclame maken voor een product. Er zitten helaas reclameblokken tussen het kijken van de mol. Maar als je het online terugkijkt, dan heb je kans dat je niet te veel reclames hoeft te bekijken. Maar ze zijn er dus wel. Dan nog een ander klein dingetje is dat de pot digitaal bij wordt gehouden in de mol. Ze krijgen dus geen fysieke biljetten van de presentator zoals bij Wie is de Mol wel gebeurt. En de eliminaties die gaan niet zoals in Nederland. Nee, in de Mol België is het toch wel een stukje extremer. Als je daar een rood scherm te zien krijgt, moet je gelijk opstaan, je tas pakken en loop je met Shield mee naar de auto. Daar neem je van Shield dan maar gewoon afscheid, stap je achter in de auto en ben je dus uit het spel. Vaak zie je dan ook dat de groep in verbazing en verdriet achterblijft. Ja, vervolgens zien ze elkaar pas aan het einde van het seizoen weer. Tijdens de Reunie-aflevering, de negende aflevering van het seizoen. Dan nummer 4, de opdrachten. Nou, wat eigenlijk het grootste knelpunt was in seizoen 24, is dat de opdrachten gewoon niet zo duidelijk uitgelegd werden. En ja, dat doet de Mol in België wel heel erg goed. Die opdrachten die bestaan vaak uit meerdere lagen en zijn dus ook gewoon moeilijker te begrijpen. Nou, wat het grote verschil is, is dat ze in De Mol België gebruik maken van een voice-over. Zij duiken vandaag een hotelkamer in om samen lekker een dagje te chillen. En de opdrachten worden eigenlijk vaak stapgewijs uitgelegd. Moet ook gewoon wel, want het is te complex om in één keer uit te leggen. Wat je dan ook ziet, is dat vaak de groep wordt opgesplitst in meerdere kleinere groepjes. En dat die groepjes dan uiteindelijk kleine deelopdrachten weer aan het uitvoeren zijn, wat één geheel moet vormen. Dus vaak hebben die kleinere deelopdrachten dus ook nog wel met elkaar te maken. Ja, wat ook helpt bij het verduidelijken van de opdracht is ja, wat visuals. Dat zijn kleine afbeeldingjes met een klein kaartje of een soort schemaatje waarin de opdracht eigenlijk nog wat beter uitgelegd wordt. Visuele is het gewoon wat beter te begrijpen dan alleen in tekstvorm. En wat ik persoonlijk zelf altijd het allerleukste vind aan de opdrachten in de mol, is dat ze veel te maken hebben met de locatie of de cultuur van een land. Nou, dit seizoen gaan ze bijvoorbeeld naar Sicilië. Dus ik ga heel benieuwd zijn of de opdrachten heel veel Italiaanse invloeden krijgen. Ja, wellicht komen de pizza's en de pasta's ons wel om de oren vliegen tijdens de opdrachten. Gaan we door naar punt 5. En punt 5 zijn de biechten. In Wie is de Mol zijn we eigenlijk wel gewend dat de opdracht vaak nog wel een tweede keer uitgelegd wordt door middel van een biecht. Dat is een kandidaat die eigenlijk voor een camera gaat zitten, heeft dan een zwarte achtergrond. En daarom vertelt hij of zij wat er eigenlijk gebeurt. Het is vaak gewoon bedoeld om net wat meer informatie te geven. Of om eventjes te laten zien hoe een bepaalde kandidaat over een bepaalde gebeurtenis denkt. Maar in de Mol maken ze hier dus uh, geen gebruik van. En waarom ze dat doen? Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Als zesde verschil heb ik de presentator opgeschreven. Ja, we hebben al jarenlang natuurlijk Rick van der Westerlaken als presentator bij Wie is de Mol. En wat we eigenlijk altijd bij de rol als presentator zien in Wie is de Mol, is dat de presentator even snel wat uitlegt en daarna ook gewoon weer verdwijnt. En dat is eigenlijk het enige moment waarop de presentator dus contact heeft met de kandidaten. Nou, dat is in de mol wel anders. Sjiel, de presentator in de mol, die. Maakt er toch iets gezelligers van. Inderdaad, hij doet ook gewoon nog steeds de opdracht uitleg. Maar af en toe is het ook nog wel eens zo dat hij bij ze aan tafel gaat zitten. En dan gaat hij gewoon gezellig met ze eten. Vraagt hij even aan ze van... Nou ja, wie vind jij eigenlijk verdacht toen doen vandaag? En hij noemt de kandidaten beste vrienden. Of gewoon vrienden in het algemeen. Goedemorgen vrienden. Goedemorgen. Goedemorgen. Iedereen in vorm? Ja. ja. Zo merk je wel dat de dynamiek tussen presentator en kandidaten toch net iets anders ligt in de mol. Ja, dan nog een kleine verandering en dat heeft te maken met de troeven. In Wie is de Mol kennen we allemaal wel de joker. Die maakt één foute testvraag goed op de test. En die jokers kun je eigenlijk inzetten wanneer je maar wilt. Je kunt ze zelf sparen als je wil. En een soortgelijk concept kennen ze ook wel bij de Mol België. Want daar heten de jokers gewoon pasvragen. Doet het doet precies hetzelfde. Het maakt een fout antwoord op de test juist. Alleen je kunt ze dus niet opsparen. Wanneer je ze verdient bij een opdracht in een aflevering, moet je ze gelijk bij de aankomende test inzetten. Daarnaast hebben beide seizoenen een vrijstelling. En dat doet ook gewoon precies wat het zegt: het stelt je vrij van de test en eliminatie. En zover ik weet, kun je de vrijstellingen wel inzetten wanneer je wilt bij beide seizoenen. Het derde spelelement dat Wie is de mol kent is de zwarte vrijstelling. Dat maakt alle ingezette jokers en vrijstellingen ongedaan. Alleen dit spelelement kennen ze dus niet in België. Dus helaas, daar gaan we geen zwarte vrijstelling tegenkomen. Dan nog een ander groot verschil zijn de afleveringen. Zo is de lengte van een Wie is de Mol aflevering vaak een uur lang. En is dat bij de Mol ongeveer een uur a vijf kwartier? Dat is even zonder de reclameblokken meegerekend. Kortom, de afleveringen van de Mol duren net even iets langer. En in plaats van dat Wie is de Mol op zaterdagavond om half negen te zien is, is de Mol België dat op zondagavond om acht uur. En wat misschien nog wel het grootste verschil is, is dat de Mol maar negen afleveringen kent in plaats van de tien afleveringen in Wie is de Mol. Aan het einde van de achtste aflevering wordt de mol in het Vlaamse seizoen al bekendgemaakt. En eigenlijk is dan de negende aflevering een soort reunie aflevering. Met alle molacties van de mol, verborgen aanwijzingen. Eigenlijk alles wat je wil weten van het seizoen wordt dan in die aflevering uitgelegd. Eigenlijk nog veel meer wat we gewend zijn in de tiende aflevering van Wie is de Mol. Ja, als punt negen heb ik meer content buiten de opdrachten om. In wie is de Mol zien we al vaak zat dat er wel bondjes ontstaan of dat er even beslist wordt wie de penningmeester wordt. En eigenlijk zie je dat soort beetje smalltalk nog veel meer in de Mol België. Vaak zie je ook dat de kandidaten samen gaan ontbijten, of dat ze ergens even het zwembad inspringen. Er is nu eenmaal gewoon wat meer content te vinden buiten de opdrachten om en dat heeft er waarschijnlijk ook gewoon mee te maken, dus omdat de afleveringen gewoon wat langer kunnen duren. Dan kun je namelijk ook gewoon dus, uh, wat meer van dit soort uh, fragmenten erin gooien. Ja, punt 10 is uh, toch iets technischer, vooral. Ik heb zelf een multimediaopleiding gevolgd. En dan zie je ook al gelijk dat de afleveringen van de Mol wat veel meer in elkaar zitten. Er wordt meer gebruik gemaakt van uh, special effects en uh, dronebeelden. Terwijl in Wie is de Mol toch wel wat vaker de natuur gefilmd wordt. Ja, punt 11. Ik moet er toch weer even op terugkomen. Aan het einde van de achtste aflevering wordt dus al de Mol bekendgemaakt. Wie is de mol? Dit is de mol. Daar is de mol. Wat natuurlijk bij Wie is de mol pas in de tiende aflevering gebeurt. Persoonlijk vind ik het grote voordeel van de bekendmaking in de achtste aflevering al dat er geen aflevering in het seizoen gaat zijn waarin er niemand afvalt. En dat vind ik altijd zo vervelend bij uh, Wie is de Mol? Want daardoor kom je natuurlijk niet verder in je zoektocht naar de Mol. Ja, de Mol België heeft daar dus gelukkig geen last van. Iedere aflevering gewoon een afvaller. Dus ja, beter voor Kees van der Spek dat hij niet meedoet aan een seizoen uh, van de Mol België. Want daar mag je dus niet nog even je handen op de schouders van de afvallen leggen. Ja, als twaalfde punt heb ik neergezet een stuk minder hints en theorieën. Bij de mol België moet je vooral op zoek gaan naar interessante mollocaties. Waar kan je het beste mollen in een opdracht? Er zitten niet zozeer heel veel verborgen hints en aanwijzingen in. Daarbij moet gezegd worden, ze zitten er dus wel in. Het zijn er vaak maar drie of vier. Dus het is wel goed zoeken. En als je er eentje vindt, dan is die vaak wel heel ver gezocht... Dus als je er echt zo eentje gevonden hebt dan uh, chapeau, dan heb je het echt goed gedaan. Maar dat vind ik vaak wel de zwakte van uh, een uh, verborgen aanwijzing. In wie is de mol? Dan is hij wat makkelijker vindbaar, maar is hij ook niet zo heel sterk. En dat fenomeen zien we de laatste tijd veel vaker gebeuren in Wie is de Mol-seizoenen. Maar ondanks dat blijf ik het ook gewoon leuk vinden om naar de verborgen aanwijzingen en naar de hints en theorieën te speuren. Natuurlijk samen met jullie kijkers. Ook dit seizoen ga ik dat natuurlijk weer doen voor de Mol België. Dus uh, ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal? Doe het vooral eventjes. Hopelijk ben je nu wat meer te weten gekomen over de verschillen tussen Wie is de Mol en de Mol België. En heb ik je geenthousiast om hopelijk ook het twaalfde seizoen van uh, de Mol te gaan volgen. Ik ga daar natuurlijk weer videos over maken. Op dit kanaal. Wil je nou weten hoe je de seizoenen van de mol volgt? Klik dan even de video hier aan de rechterkant van het scherm aan. En vond je deze video nou gewoon leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Dankjewel daarvoor. En dan uh, bedankt je voor het kijken naar deze video. Graag tot uh, de volgende. Doei doei.